Ik kondig hierbij de voorzitter van Evertwaf aan, die op zijn wijze donateurs wenst te danken voor hun ondersteuning aan 1 voor 12. Uw aandacht. Vandaag wil ik een paar donateurs highlighten die ons regelmatig ondersteunen. En de donateurs die wij ten naam willen brengen zijn de Pekoni Jetro Kenneth, mevrouw Apollinio Rotor, mevrouw Bratwaite NJ, mevrouw Blokland PAA, Krint MA, mevrouw Tevreden Terburg LR, KJD Reiziger, mevrouw Peggy Peet, mevrouw W.A. Sumopawiro, mevrouw Abrams Rut Patricia en Wartes Abigail. Ik wil ze bij deze heel hartelijk dank zeggen. We hebben de laatste tijd wat donaties binnen gehad. En zo hebben wij van verschillende donateurs geld gehad. Wij hebben ook van onze vriend, meneer Isri, financiële middelen gehad. En daarmee hebben wij een deel daarvan gebruikt voor mevrouw Ratna Kumari. Er zijn meerdere donateurs, maar ik zeg, in een andere uitzending kunnen we de andere donateurs ook een beetje laten horen dat zij geteld worden. Ik wil jullie van hieruit heel hartelijk dank zeggen. En Godrijkse zegen aan ieder die even 12 een warm hart toedraagt. Ik zeg, blijft u ons steunen. Geeft u ons de power dat wij weten dat wij mensen om ons heen hebben. Dat wij het werk groter kunnen doen. Vergeet u niet, we hebben ook onze broodprojecten. We vragen u om ons te blijven ondersteunen. We hebben verschillende tehuizen die wij dagelijks voorzien van brood. Het zijn 5 verschillende instellingen. En elke dag geven we ze brood. We hebben van verschillende donateurs tot eind februari donatiemiddelen. En daarnaast vragen wij u, helpt u ons? Helpt u ons dat we ons broodproject kunnen vervolgen? We hebben Esther Stichting, we hebben Hoop voor Kinderen, we hebben Huizencampagne, we hebben... Er zijn veel. Maar ik dank u dat u steeds ons gedenkt. En we vragen, blijft u ons poweren dat we de kinderen die de toekomst van morgen zijn, blijven gedenken. Lobby blessing.